Ik reageer even op alle reacties die ik gehad heb. Ja, op die video over die kansloze formatie. Ja, honderden mensen hebben geschreven, geloof ik, bijna 500. En jullie, ja, ik vind het zo leuk dat jullie zo begaan zijn met de politiek. Ja, net als ik. Ja, want ja, dat is toch belangrijk, niet dan? En, maar wat jullie allemaal schrijven, ja, ook natuurlijk weer de nodige beledigingen voor mij. Maar tegen die mensen wil ik alleen maar zeggen, luister beste vrienden, ik kan mezelf veel leuker beledigen dan dat jullie dat kunnen. Dus stop daar nou mee. Nou goed, jullie hebben allemaal geschreven, het zijn ego's in de politiek. Vervelende ego's. Dat hebben jullie aan mij geschreven. En ze nemen geen enkele verantwoordelijkheid. Ja, ik lees het allemaal op. Ik heb het allemaal opgeschreven. Ik heb alles gelezen wat jullie hebben geschreven. Ja, en want jullie noemen het een zootje. Jullie zeggen het is een schetsvertoning, een enorme poppenkast. Dat is allemaal aan de hand in Den Haag. En jullie zijn eigenlijk helemaal klaar met die Omtzigt. Ja. Want jullie zijn bang dat hij uiteindelijk met Timmermans gaat. Ja, dat hij toch naar links gaat trekken. En dat hij nu zit te tijdrekken. Dat is wat jullie aan mij schrijven. Eigenlijk willen jullie, de meeste van jullie, willen nieuwe verkiezingen. Maar, schrijven jullie dan, stel hij haalt gewoon weer heel veel zetels dan. Hè, Wilders. Want jullie vinden dat Wilders het allemaal eigenlijk wel goed doet. Maar Wilders krijgt dan waarschijnlijk weer heel veel zetels. Maar gaat dat helpen? En wat gebeurt er dan? En heeft dat allemaal wel zin, die nieuwe verkiezingen? Dat vragen jullie ook tegelijkertijd af. Ja, en jullie zeggen van, ja maar die mensen moeten aan de slag voor Nederland. De politiek moet aan het werk. Maar ze hebben gewoon scheid aan het volk. Ja, vrienden, het is volkomen duidelijk zoals jullie het zien. Jullie zijn allemaal pro-Wilders. Die kant moet het op. Omtzigt, dat vinden jullie helemaal niks. Eigenlijk niks mee te maken willen hebben. En jullie willen eigenlijk wel met z'n allen nieuwe verkiezingen. Nou, ik geef deze samenvatting maar eventjes aan jullie door. Ja, dan weten we in ieder geval, wij met z'n allen, waar we staan.